Goedenavond, meneer Edwin Cairo. Bondsvoorzitter bij de SWM. U heeft daarnet met uw bestuursleden een ontmoeting gehad met de regeringstop. Kunt u aangeven hoe belangrijk deze ontmoeting is geweest voor de bond? Het was een heel belangrijke ontmoeting, omdat ook de situatie die nu speelt, de actie die nu, dat beraad die nu gaande is. En we hebben gesproken, de president heeft gesproken en heeft gevraagd aan de bond in feite om dat hij de onderhandelingen die vast zijn gelopen overneemt. En dan middels dan het overnemen van hem, van de onderhandelingen, dat we dan een akkoord gaan bereiken. Een ander belangrijk deel van de ontmoeting was om te kijken naar de zaken die lopen, die spelen op dit moment binnen het bedrijf. Zeker ten aanzien van op dit moment de werkneerlegging. Dat was het hoofdagendapunt. We hebben geluisterd naar de bond. De wensen zijn naar voren gebracht. We hebben ook heel goed geluisterd naar de directie. De raad van commissarissen, ook naar die hebben we geluisterd. En natuurlijk als regering hebben wij onze visie gegeven. Zijn wat betreft de situatie binnen de SWM, en dan heb ik het over de situatie tussen de bond en de directie als het gaat om loonsonderhandelingen, zijn er op dit stuk spijkers met koppen geslagen? Nee, maar dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was om te luisteren. Te luisteren naar alle partijen, wat de standpunten zijn. En dat doel hebben we bereikt. We weten wat de standpunten zijn van de werknemersorganisatie. We weten ook hoe de directie daarover denkt. En als regering hebben we gezegd, wij willen betrokken worden om een oplossing, een doorbraak te brengen in de ontstaande situatie. Het is uiteindelijk een langdurende situatie bij de SWM. De samenleving die maakt zich zorgen omtrent de watervoorziening. Welke garantie kunt u geven aan de samenleving? Nee, kijk, garantie dat ik kan geven dat ik morgen bij de leden ga. De president heeft al het verzoek gedaan dat we de acties opschorten. En de onderhandelingen onder zijn leden aangaan. Dus dat gaan we dan sowieso morgenochtend met de mensen bespreken. En de samenleving hoeft niet te vriezen. Zoals ik het altijd ook al zei, het is niet meer de bedoeling van de bond om de samenleving in feite te kwesten. Te pesten, dan moet ik het zo zeggen. Dus het vervolgtrek is morgen. Gaat u terug naar de ALV. En wat volgt daarna? We hebben dan donderdag aanstaande hebben we dan een gesprek, een eerste gesprek voor het aanvangen van de onderhandelingen. Uiteindelijk staan de eisen van de bond nog recht overeen, die zijn nog op tafel? Ja, we hebben waarmee we de onderhandelingen aangaan is zoals de ministers ook aan hebben aangegeven, we gaan helemaal nieuw beginnen. Toch? Dus wat we op tafel hebben gelegd bij de directeur nemen we mee. En dan gaan we alle zaken bekijken vanuit wat de directeur heeft aangegeven en wat de bond heeft aangegeven. En dan gaan we dan een middenweg vinden in deze. De regering in deze, de president, had een paar maanden terug aangegeven dat de SWM ook andere bonden moet aanboren om inkomsten te genereren. En de vorige maand is de regering naar Belize geweest, waarbij er ter sprake is gekomen om water te leveren, te exporteren naar Belize. Is dat ook al besproken met de SWM? Ja, uiteraard. De SWM is al een tijdje bezig te exploreren hoe op de markt te komen ten aanzien van gebotteld water. Maar op dit moment, althans tijdens deze vergadering, is dat niet aan de orde gekomen. Als en indien er water geleverd moet worden, naar welk land dan ook, het hoeft niet noodzakelijkerwijs een aangelegenheid te zijn van SWM. Er zijn genoeg Surinaamse bedrijven die ook aan die behoefte zouden kunnen voorzien. In elk geval, de gesprekken tussen de regering en de bond zien er goed uit? Wij gaan vol goede moed en wij denken dat er genoeg, want we hebben goed geluisterd vanavond. Ik denk dat er genoeg opties zijn. Genoeg indicatoren hebben we gehoord waarvan wij zeggen van er zijn toch openingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat wij een doorbraak kunnen realiseren.